Hoe overleeft je relatie het WK voetbal? Goeie vraag, denk ik. Het ligt natuurlijk alweer een tijdje achter ons, maar nog niet zo heel lang geleden was heel Nederland in een soort oranje verdwaasde koorts. Ik heb toen zelf de finale met een aantal in oranje gehulde mafketels zitten bekijken en ik was er duidelijk eentje van. En op een gegeven moment vertelde een goede vriend en collega kunstenaar, die vertelde mij dat de vorige wedstrijd die hij gezien had met zijn vriendin, toen was zij in slaap gevallen. Dus je moet zich voorstellen, je zit de meest spannende wedstrijd van het Nederlands elftal zit je te kijken en je vriendin ligt snurkend naast je op de bank. Nou, dat is vervelend omdat jij dat toch wat anders beleeft dan dat zij dat blijkbaar ervaart allemaal. Ja, we grapten er natuurlijk een beetje over dat zij in slaap was gevallen. Maar zij begreep dus echt helemaal niets van die totale hysterie die in Nederland rondwaarde op dat moment. Waar gaat het eigenlijk nou nog over? Iedereen praat over de enkel van Robben. De politiek en de crisis in de democratie is in één keer totaal niet meer van belang. Het gaat alleen maar over 22 kerels die op een groene mat over achter een bal aanrennen. Hoe overleef je relatie nu zo'n groot sportevenement? Dat is toch een beetje de vraag eigenlijk. Je wil geen ruzie hebben over iets onbenulligs als voetbal. De meeste mensen hebben tegenwoordig 2 televisietoestellen in huis. De omroepen zijn inmiddels ook wel zo slim genoeg om tegendraads te programmeren. Dus vaak is er een goede detective op een andere net te vinden. Dus daar kun je uitstekend gebruik van maken, denk ik dan. Zij kan Inspector Morse kijken, jij kan met je vrienden naar voetbal kijken zonder dat je weer de buitenspelval hoeft uit te leggen. En laten we nou wel wezen, we praten over 1 keer in de 4 jaar dat we dit meemaken. Het zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn als we ook eens een keertje zouden gaan winnen. Maar dat is weer een heel ander verhaal en een andere column, denk ik.